Vincent Thijms. Vincent, ja, jij bent er ook weer bij van de ondernemerslijn. En jij hebt de drie belangrijkste vragen, of eigenlijk de vragen die het meest voorbij kwamen, voor ons geselecteerd. Ja, klopt, Annemarie. Allereerst een vraag over mest. Het is half januari en dan staat het mestseizoen weer voor de deur. En inmiddels beginnen daar weer de telefoontjes over binnen te komen. En de meest gestelde vraag is wat er veranderd is in de mestwetgeving voor dit jaar ten opzichte van vorig jaar. Nou, het antwoord is heel kort. Er is helemaal niets veranderd in de wetgeving voor dit jaar. Ik heb nog wel een advies. Wij hebben op de website de gebruikswijzer meststoffen staan. Download die vooral, omdat daar alle relevante informatie in staat. En een heel handig uitrijdschema. Kijk, ideaal. Heb je er nog eentje? Ja, ik heb weer een coronavraag. We zitten in de Omicron-golf. En dat houdt in dat er ook erg veel medewerkers in quarantaine zitten. Maar een veelgestelde vraag is, wat nou als mijn medewerker zich niet wil laten testen? Nou, het is zo dat als je in contact bent geweest met iemand die corona heeft, dan moet je 10 dagen in quarantaine, of je nou gevaccineerd bent of niet. Ja. Na 5 dagen mag je je laten testen en bij een negatieve testuitslag kun je uit quarantaine en weer aan het werk. Heb je een medewerker die zich niet na die 5 dagen wil laten testen, dan kun je daar wel consequenties aan verbinden. Want eigenlijk gaat hij dan bewust zijn quarantaineperiode verlengen. En dan kun je wel van hem verlangen dat hij daar vakantiedagen voor inlevert. Ja, precies. Dus dat recht heb je inderdaad. Ja, dat is wel handig om te weten. En nog een vraag over de AVG volgens mij. Ja, over de Algemene Verordening Gegevensbescherming. En dan specifiek over wat mag ik van mijn werknemer verstrekken aan de hoofdaannemer of opdrachtgever. Nou, tot voor kort was het zo dat je alleen het BSN-nummer mocht verstrekken. Simpelweg omdat dat zo letterlijk in de wet stond. Dat leidde nog wel eens tot discussies met hoofdaannemers, omdat die via de mandagenstaten veel meer informatie wilden hebben van je werknemer. Nou, mede dankzij Cumula is er nu duidelijkheid en verruiming gekomen in wat je mag verstrekken. De autoriteit persoonsgegevens die zegt nu dat je de volgende zaken mag verstrekken. Dat zijn de NOW-gegevens, de geboortedatum, het BSN-nummer, de nationaliteit en het soort identiteitsbewijs dat je gebruikt met het nummer en de geldigheidsduur van het identiteitsbewijs. Verder is het zo dat je geen toestemming hoeft te vragen aan je medewerker om die gegevens te verstrekken aan de hoofdaannemer. Ja. Het staat in de wet, hij kan het dus dan ook niet tegenhouden. Het is wel zo dat je moet inlichten dat je die gegevens verstrekt. Dat is belangrijk om te onthouden. Dus ja, wel de mensen inlichten inderdaad. En mochten ze dit nou allemaal niet onthouden hebben, dan kunnen ze natuurlijk de uitzending altijd terugkijken op cumula.nl/live. Zeker. En ze kunnen altijd met de ondernemerslijn bellen of mailen. Precies, ze kunnen jou altijd bellen. Zeker weten. Vincent, dankjewel.